Dit schilderij van Aart van der Neer is uit 1643. We hebben het gekocht in 2010 en het hangt in het Gorkus Museum. Dit schilderij is gefinancierd door derden. Die derden zijn ook eigenaar en hebben het in langdurige bruikleen gegeven aan het Gorkus Museum. Toen we het kochten in 2010, toen stond in de catalogus dat Aart van der Neer geboren was in Amsterdam of in Gorkum en wel in 1603 of in 1604. Wij wilden precies weten waar Van der Neer nu geboren was en in welk jaar. We hebben dat aan René van Dijk, medewerker van het regionaal archief in Gorkum, gevraagd of hij dat kon nagaan. En wat bleek, hij heeft het trouwboekje gevonden van de vader en moeder van Aart van der Neer uit 1602. En wat blijkt, ze zijn in ondertrouw gegaan op 29 december 1602 en 3 weken daarna zijn ze getrouwd. Aart van der Neer is dus geboren in 1603 in Gorkum. Dat is nu een duidelijk bewijs en het is niet meer nodig dat we in catalogus zien dat het Amsterdam of Gorkum is, of 1603 of 1604. Het is dus Gorkum in 1603. Tot 1629 heeft Aart van der Neer in Gorkum gewoond en hij is daarna verhuisd naar Amsterdam. Toen hij in Gorkum woonde, woonde hij samen met zijn ouders bijvoorbeeld op het Eind en laat in de Gasthuisstraat. Wie ook in die tijd in Gorkum woonde, waren de kleine broertjes Raphaël en Joachim Kamphuizen. Ook zij werden later beroemde schilders van landschappen. En het is zelfs zo dat Aart van der Neer bepaalde landschappen heeft geschilderd waar Joachim en Raphaël al eerder mee waren begonnen. Later, toen Aart van der Neer in Amsterdam woonde, is hij getrouwd met Lisbeth Govertszoon. Het is onduidelijk of deze Lisbeth Govertszoon Lisbeth Govertszoon Kamphuizen is of een Lisbeth Govert uit Bergen op Zoom. Dit is nog steeds een mysterie wat ik probeer later op te lossen. Aart van der Neer kwam na zijn verhuizing naar Amsterdam nog vaak terug in de Alblasserwaard. Samen met de Dordtse schilder Albert Kuip trok hij de polders in om daar tekeningen en schetsen te maken en die later uit te werken in zijn atelier. Als je naar dit schilderij kijkt, dat is een van zijn vroegste schilderijen die gedateerd zijn naar 1635, dan zie je als het ware de Alblasserwaard tevoorschijn komen. De bomen, de wind die daar doorheen gaat door de bomen, dat zie je ook vaak hè, als je door de Alblasserwaard fietst. Daar is eigenlijk nog helemaal niets in veranderd. Aart van der Neer is beroemd geworden door zijn 3 soorten schilderijen. De eerste is, of zijn de zomerlandschappen, de landschappen waar heel veel licht is. Dan de schilderijen, de landschappen bij maanlicht. Deze zijn vaak donker van aard, zoals we straks ook zullen zien. En de 3e categorie zijn de landschappen in de winter, oftewel de ijsgezichten. Deze laatste categorie zijn bijna onbetaalbaar geworden. Op veilingen en bij kunsthandelaren betaal je van enkele honderdduizenden euro's tot een paar miljoen. Dat is ontzettend jammer, want we zouden graag in het Gorkum Museum ook een ijsgezicht willen hebben, maar dat is door de hoge prijs is dat onmogelijk geworden. Ik ga nu iets meer vertellen over dit landschap bij maanlicht. Dit is in 2017 in Londen op de markt gekomen en was daarvoor sinds het begin van de 19e eeuw in het bezit van een Schotse familie. Het was in eigendom van Sir John Campbell, de 2e markies van Breadalbane, die op Teignmouth Castle woonde, een kasteel aan de noordzijde van Loch Tay in Schotland. In 1842, van 7 tot 10 september, heeft koningin Victoria met prins Albert daar gelogeerd. Het schilderij hing in de grote hal en het is ongetwijfeld zo dat zij beiden dit schilderij bekeken hebben. En het is toch heel erg aardig als we nu dit schilderij weer zien met de gedachte dat ook Queen Victoria en Prins Albert hier ook naar gekeken hebben. Dat geeft toch wel een heel bijzonder gevoel.
de winterlandschappen. Zoals ik al eerder zei, de winterlandschappen of de ijsgezichten van Aart van der Neer zijn bijna onbetaalbaar geworden. En toch wilde ik in het Gorkum Museum drie soorten landschappen bij elkaar hebben. Gelukkig kende ik van het Mauritshuis dokter Edwin Buizen, hoofdcollecties, en hij vertelde mij dat ze een prachtig ijsgezicht in depot hadden. Gelukkig was het Mauritshuis bereid om dit schilderij voor 6 maanden aan ons af te staan. En met het schilderij wat u net zag, het schilderij bij Maanlicht, en het eerste schilderij wat ik heb behandeld, het schilderij uit 1643 wat we in Amsterdam gekocht hebben, deze drie schilderijen bij elkaar hebben 6 maanden in het Gorkum Museum gehangen. Het is toen onthuld door burgemeester Govert Veldhuizen, een hele grote belangstelling. En iedereen heeft het ook gewaardeerd dat uiteindelijk in Gorkum de drie categorieën bij elkaar gekomen zijn. Ik wil afsluiten met te vertellen dat ik het zo jammer vind dat Aart van der Neer tijdens zijn leven niet kon leven van schilderijen. Hij is wijnkoper geweest, hij is bijna failliet gegaan. En het is toch jammer dat, als je nu ziet wat voor prijzen ervoor betaald worden, dat een man in armoede heeft geleefd. Maar er is meer voorgekomen. Ook Jan van der Heijden had bij zijn overlijden 200 schilderijen op zolder staan. Maar gelukkig had hij een goede baan bij de gemeente Amsterdam, dus hij hoefde niet in armoede te leven. Maar denk aan Vincent van Gogh. Ook van zijn 200 schilderijen heeft hij er maar 3 verkocht. Het is niet helemaal zo, maar het is des te leuker dat nu Aart van der Neer zo gewaardeerd wordt. En ik hoop dat wij alsnog de 3 soorten schilderijen van Aart van der Neer in het Gorkum Museum te zijner tijd voor lange tijd kunnen tonen. Dat zijn we eigenlijk wel aan Aart van der Neer verplicht. Niet zo?